Ja, het zijn allebei twee steden waar ik een groot hart voor heb. In Leiden ben ik geboren, heb ik ook gestudeerd. In Rotterdam heb ik heel lang gewoond en ben ik wethouder geweest. Het internationale karakter van die stad vind ik ook heel mooi. Maar ik woon nu in Utrecht, dus dat is weer een derde stad in Nederland. Ik voel me eigenlijk op heel veel plekken heel erg thuis. De toeslagentijd was natuurlijk ongelooflijk intensief. Ik heb heel veel gesproken met heel veel ouders die enorm in de problemen zijn geraakt door het werken en het beleid van de overheid en allerlei plekken waar ze niet gehoord en gezien werden. Voor hen werken vond ik ongelooflijk eervol, echt heel, heel erg bijzonder om te doen. En tegelijkertijd was het ook echt wel, heeft het me ook heel erg geraakt. Voor mij is een echt heel belangrijk bewindspersoon Els Borst. Vanwege haar vasthoudendheid om dingen voor elkaar te krijgen, ook al duurde het soms lang. Vanwege haar focus op de inhoud en daar ook heel streng en hard op zijn en ook tegelijkertijd zacht op de persoon. Nou, wat ik morgen als eerste ga doen is natuurlijk kennis maken met alle mensen in het departement, in het ministerie. Maar ik hoop ook zo snel mogelijk naar buiten te gaan om kennis te maken met alle experts op het gebied van digitalisering. Maar zeker ook hoop ik zo snel mogelijk op bezoek te gaan in het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Om daar ook kennis te maken met de mensen die daar wonen en werken. En natuurlijk ook met de politici daar. Het leukste aan politiek is toch te spreken en na te denken en te onderhandelen met de mensen voor wie je het doet. Dat was het al. Ja. Nou, klaar. Klaar.